waarvan één schriftelijk, namelijk van minister God. Het is niet de eerste keer dat de Arkprijs van het Vrije Woord wordt geschonken aan een collectief, ook al bestaat dat collectief uit twee personen. Maar het is wel een van de zeer zeldzame keren dat de Arkprijs wordt toegekend aan een wetenschappelijk werk. En het is denk ik wel de allereerste keer dat het aan twee linguisten is toegekend. Aan de heer Blommend en Verschuur. Het is een bekroning die, wanneer ik opnieuw denk aan het ontstaan van de Arkprijs, ik altijd nauw verbind met die grote figuur die wij in ons midden hebben gekend. Velen van ons kan ik helaas niet meer zeggen. Namelijk Herman Tern. Herman Tern heeft er een prijs van gemaakt die slechts een vermelding is op de ark, omdat we in die tijd helemaal geen middelen hadden. En dat was een prijs van een proteststem. U weet het ontstaan, lag bij het weigeren van een literaire prijs door de provincie Raad van Antwerpen aan Marnix Gijzen. En het was zo'n ontzettende bom eigenlijk in onze kringen, dat Herman Tern op dat sublieme idee kwam waarvan we vandaag de 43ste keer de prijs uitreiken. En ook weer in de geest van een protest. Want het is zo'n prachtig boek, waarover trouwens u uitgebreid zult vernemen in de laudatio die dokter de Tree zal houden, zodat ik er verder niet op in moet gaan. Maar ik heb me wel, en ik heb het dus pas zelf gezegd, herhaald, betrapt, en ik heb ook geschaterd van het lachen, en ik heb me bijzonder geërgerd aan de reactie die kwam van het Koninklijk Commissariaat van Migrantenbeleid en dat ook zelfs tot op de universiteit toe tegen dat werk werd geprotesteerd. En uit juist daardoor heeft hij die prijs gekregen, omdat wij nauwelijks kunnen bevroeden hoe in wetenschappelijke kring wetenschap wordt gecensureerd. Op welke manier die censuur dan ook is, we moeten het daar niet alleen maar vertalen in de zin van censuur naar eerbiedwaardige wetsartikels. De mentaliteit censuur te willen uitoefenen is sluitend en veel, veel gevaarlijk. We feliciteren u daarom. U zult het niet gemakkelijk hebben gehad. U komt veel voor radio met interviews. Ik vind het fijn. Ik ben erg blij. Er is nog iemand die er erg blij is. Iemand die die woord vooraf heeft vermeld. En die een uitgebreide brief heeft geschreven. Namelijk, waarschijnlijk ook van u, althans van mij ook, een oude vriend, Marcel van Spaan ook. Ik ga u die brief voorlezen, omdat ze is geschreven vanuit een warm hart, je kent hem zelf, en van een groot engagement. Hij schrijft aan het Arkcomité via de secretaris Lucas de Vos, en hij zegt: ik dank u voor de uitnodiging aanwezig te zijn op de uitreiking van de 43ste Arkprijs van het Vrije Woord, toegekend aan Chef Verschuur en Jan Blommaert, voor hun studie Het Belgisch Migrantendebat op woensdag 19 mei is gehoord. Dat ik op die dag precies in Duitsland een seminarie moet houden over interculturele communicatie, zal ik helaas afwezig zijn. Ik onderstreep graag de belangrijkheid en van uw Arkprijs en van het buitengewone werk van Chef en Jan. Ik kan beiden en weet dat ze taal
wetenschappers zijn, taal tussen twee haakjes, en met veel verantwoordelijkheidszin en grote morele moed. Hoewel elk individu zich zou moeten kunnen en durven uiten in alle omstandigheden om aan de uitdrukking het vrije woord echt inhoud te geven, is het bijna vanzelfsprekend dat niet iedereen dat echt kan en durft. Soms is er het bestaan figuurlijk en letterlijk mee gemoeid. Ik durf echter te stellen dat leden van twee socio-economische en socio-culturele groepen het kunnen en zouden moeten durven om steeds direct en duidelijk hun mening te zeggen. Ze behoren meestal tot uw laureaten. Het zijn de kunstenaars en de wetenschappers. Als zij niet meer durven het vrije woord te hanteren, met verscheidenheid van middelen en op een uiteraard correcte en ethisch verantwoorde wijze, dan zit onze maatschappij in een diep dal van een diepe zin. Dat u erin geslaagd bent ook deze keer weer de aandacht te vestigen op wetenschappers met duidelijk verantwoorde zeggen, schrijfkracht, verheugt mij in het bijzonder. Ik denk dat Marcel van der Zwanen met dit schrijven naar het Arkcomité te richten heel dicht de idealen van Herman Terling heeft benaderd. Moest Herman Terling nu terugkomen, in deze tijd, wat zou hij ontsteld zijn? Wat zou hij verbaasd zijn twee van zijn heel belangrijke geesteskinderen te zien verdwijnen? Enerzijds het nieuwe Vlaams reisgever en anderzijds de Vlaamse gids. Deze man, deze pluralist, deze grote vriend, deze warme, maar niet gemakkelijke figuur, laten we dat ondertussen bijvoegen. Deze grondlegger van heel veel wat literair belangrijk is. Maar deze onverzaagde kampen voor vrijheid, die kon niet anders op dat cruciale moment dan een Arkcomité oprichting. En wij zijn daar met veel minder genie weliswaar zijn opvolgd. Thans zal dokter De Tree de laudatio houden. En nadien nog een klein woordje, dus niet onmiddellijk weglopen. Democratie, dames en heren, is een even kostbaar als kwetsbaar goed. Ze is in staat gebleven zich met diplomatie en militaire technologie efficiënt te beschermen tegen externe bedreigingen. Tegen interne bedreigingen blijkt ze veel minder weerstand te kunnen bieden. Politieke bewegingen die de uitholling of zelfs de teloorgang van de democratie beogen, kunnen zo goed als ongehinderd hun gang gaan. Aanslagen op de fundamentele democratische waarden, pluralisme, verdraagzaamheid, eerbied voor de geestelijke en lichamelijke integriteit van elke mens, van welke huidskleur, religie of nationaliteit ook, blijven ongestraft. Meer nog, de democratie levert haar belagers zelf de middelen om hun doel te realiseren. Ze kan immers niet haar toevlucht nemen tot repressie zonder op te houden een democratie te zijn. De positie van een pluralistische en verdraagzame samenleving ten aanzien van agressieve ideologieën en politieke bewegingen die in haar schoot ontstaan, wordt nog op een andere manier verzwakt. Degenen die zich tegen deze ondemocratische ideeën verzetten, voelen de behoefte één front te vormen. Ze onderwerpen zich onwillekeurig aan een soort van informele partijdiscipline. In naam van een strijdbare eensgezindheid worden meningsverschillen weggemoffeld, noodzakelijke discussies niet gevoerd, dissidenten beschouwd als lieden die de tegenstander in de kaart spelen. Zo worden democratische krachten besmet met hetzelfde simplistische, autoritaire denken dat ook hun tegenstanders kenmerkt. Ze houden op democratisch te zijn en geven daarmee hun belangrijkste wapen, hun morele superioriteit, uit handen. Onder democraten was zo'n grote eensgezindheid ontstaan om het Koninklijk Commissariaat voor Migrantenbeleid. De verdiensten van deze instelling staan buiten kijf en het werk van mevrouw Dont is met reden vele malen bekroond, ook door het Arkcomité.
Dat haar voorstellen in een ruime kring op begrip en steun konden rekenen, was een goede zaak. Maar in het politieke klimaat na 24 november en door die behoefte aan eendrachtig verzet tegen het schandelijke 70-puntenprogramma groeide onder de voorstanders van de multiculturele samenleving het gevoel dat wie de deugdelijkheid van de adviezen van het commissariaat in twijfel trok, afbreuk deed aan de collectieve weerbaarheid. Deze ontwikkeling had ook te maken met de complexiteit van de problematiek. Het commissariaat had door academische instellingen sociologisch onderzoek laten verrichten op gebieden waarover de meeste mensen geen wetenschappelijk gefundeerde mening konden hebben en bracht met onbetwistbare competentie realistische en moreel aanvaardbare voorstellen naar voren, waarvan de aantrekkelijkheid nog vergroot werd door de afkeer die ze bij het Vlaams Blok opwekte. Het commissariaat en in het bijzonder mevrouw Don zelf kregen een symboolfunctie en hebben als zodanig ook een heel stimulerende en inspirerende rol gespeeld. Deze gang van zaken werkte evenwel de democratische publieke discussie over het migrantenbeleid niet in de hand. In de hartverwarmende verzetsbeweging tegen onverdraagzaamheid en racisme kwam de deur op een kier te staan voor wat men met een woord dat in deze context onrechtvaardig hard klinkt, dogmatisme zou kunnen noemen. Alleen het Vlaams Blok werd daar beter van. Het kon al zijn geschut in stelling brengen tegen de adviezen van het commissariaat, in plaats van op vele fronten strijd te moeten leveren. Tegelijk kreeg het de kans de hele problematiek te problematiseren rond de koninklijke commissaris zelf. Eén kop van Jut beantwoordde immers beter aan het politieke bevattingsvermogen van de achterban van het Vlaams Blok. De discussie die door het boek Het Belgische Migrantendebat van Jan Blommaert en Jeff Verschuren teweeg gebracht is, draagt de sporen van dat dogmatische denken. Die discussie ging namelijk niet zozeer over de grond van de zaak, dat wil zeggen over de kritiek die in het boek op de adviezen van het commissariaat geformuleerd wordt, die discussie is volkomen gerechtvaardigd, als wel over de politieke opportuniteit van die kritiek. Die kritiek kwam eigenlijk neer op een oproep tot degenen die bedenkingen hadden bij de adviezen van het commissariaat om deze bedenkingen maar voor zich te houden. Met de rapporten van het commissariaat leek het laatste woord in het migrantendebat gezegd. Een indruk die nog versterkt werd door de herhaalde oproepen om eindelijk genoeg gepraat de handen maar eens uit de mouwen te steken. Dogmatisme heeft niet alleen te maken met censuur en zelfcensuur, maar ook met de vaste overtuiging van de juistheid van een bepaald standpunt en met de afwezigheid van elke behoefte aan reflectie. Blommaert en Verschuren hebben in hun boek de uitgangspunten van het migrantenbeleid, uitgangspunten die door zowat heel weldenkend Vlaanderen voetstoots werden aangenomen, in vraag gesteld. Op die manier hebben ze de adviezen over het migrantenbeleid tot een deel van een bredere discussie gereduceerd en bespreekbaar gemaakt. Bespreekbaar niet met de voorstanders van het 70-puntenprogramma, maar onder de verdedigers van een multiculturele samenleving zelf. De grote verdienste van het boek van Blommaert en Verschuren is evenwel dat het de lezer bewust maakt van valse vanzelfsprekendheden die het migrantendebat binnengeslopen zijn en die kleuren. De adviezen van het commissariaat heten gebaseerd te zijn op een principiële keuze voor een multiculturele samenleving, maar zijn in feite, hoe dan ook, erop gericht dat migranten over enkele generaties geheel in de gemeenschap van Vlamingen geïntegreerd worden. De term integratie wordt voor gangbare munt in omloop gebracht, maar wat er precies onder verstaan moet worden, blijft gevaarlijk vaag. In laatste instantie betekent integratie dat de migranten de voor hun cultuur fundamentele levenspatronen opgeven en de waarden van hun Vlaamse omgeving overnemen. Ongetwijfeld zullen daardoor de problemen van Vlamingen die zich door de vreemde aanwezigheid geërgerd of bedreigd voelen en van de migranten die zich gediscrimineerd voelen voor een deel opgelost worden. Maar Blommaert en Verschuur hebben gelijk wanneer ze vinden dat een dergelijk beleid niet stoelt op een echt respect voor de anderen, op een oprechte aanvaarding van de multiculturele samenleving. Het migrantenbeleid blijkt, hoe dan ook, vanzelfsprekend een zaak te zijn
waarin de meerderheid of het staatsdragende volk uitmaakt wat er met haar minderheid of minderheden gebeurt. Zelfs wanneer die meerderheid haar minderheid of minderheden gelijke rechten geeft, dan blijft dat haar beslissing, die ze ook niet had kunnen nemen. De meerderheid meent immers doorslaggevende eigendomsrechten te kunnen laten gelden op het stuk grond dat nationale staat heet. De aanwezigheid van gelijkberechtigden die niet tot dat staatsdragende volk behoren, is nog altijd geen vanzelfsprekendheid. De gelijkberechtigde status is voor etnische minderheden nog altijd een gunst en geen recht. De nadrukkelijke verwijzingen naar de Vlaamse identiteit, die tegenwoordig door een aantal vooraanstaande Vlaamse politici gespuit worden, brengen onder de inwoners van Vlaanderen een totaal overbodig onderscheid aan tussen ons, de Vlamingen, het volk dat eerst komt, dat wat het zelf doet beter doet, en de andere migranten, gastarbeiders en politieke vluchtelingen die straks in 2002 aangepast of ingepast, maar hoe dan ook in de pas, mee het Vlaamse Arcadia mogen betreden. Tegenover integratie, de tendens de Vlaamse culturele identiteit min of meer verholen aan de migranten op te dringen, zonder overigens een concreet idee te hebben van wat die Vlaamse identiteit precies inhoudt, staat de neiging de migranten op te sluiten in het ghetto van hun Turkse, Marokkaanse of andere eigen identiteit. Zij het dan gereduceerd tot wat folkloristische attributen. De geïntegreerde migrant moet iemand zijn die een djellaba draagt en schapenvlees eet, maar een geëmancipeerde vrouw heeft en maximaal 2 kinderen. Alleen wanneer de migrant in die mate geïntegreerd is, dat hij zich ook tot de kerk van Rome bekeerd heeft, hoeft een kroostrijker gezin niet meer per se op onaangepastheid te wijzen. Blommaert en Verschuur hebben nogmaals gelijk wanneer ze proberen het concept van de culturele of nationale identiteit te ontdoen van zijn catalogerend en min of meer definitief karakter en het te diep problematiseren door cultuurverschillen vergelijkbaar te maken met andere maatschappijstructurerende verschillen als geslacht, leeftijd, levensbeschouwing en dergelijke. Het is een culturologisch misschien aanvechtbaar, maar sociaal en politiek gezond en handzaam uitgangspunt om culturele identiteit te beschouwen als een persoonlijke aangelegenheid. Niemand mag een andere identiteit opgedrongen krijgen, niemand mag ook op een of andere identiteit vastgeplakt worden. Ieder moet in volle vrijheid kunnen beslissen met welke groep in de samenleving hij zich wil identificeren, althans indien hij aan zulke identificatie behoefte heeft. Het pleidooi van Blommaert en Verschuur voor één rechtssysteem dat voldoende soepel is om alle leden van de samenleving, welke ook een culturele achtergrond is, rechtszekerheid te bieden, verdient alle steun. Alleen binnen zo'n systeem kan ieder in vrijheid blijven of worden wat hij wil. Blommaert en Verschuur reiken nog een aantal andere doelstellingen voor het migrantenbeleid aan. Ze gaan daarbij uit van een groter respect voor culturele diversiteit en impliciet van een radicaler gelijkwaardigheidsidee dan het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid. Hun boek vormt op die manier een beetje het geweten van het migrantendebat. De bekroning met de ARC-prijs aan achtereenvolgens Paula Donte, Jan Blommaert en Zetter Schuren is geen contradictie. Het gaat om een blijk van grote waardering, in het eerste geval voor hun eerlijk engagement en politieke moed. In het tweede geval voor een lucide kritiek en het aanbieden van een zeer verdedigbaar alternatief. Tegelijk wil de bekroning van 3 mensen die staan voor 2 verschillende visies op eenzelfde problematiek het belang onderstrepen van het publieke debat in Vlaanderen. Het mag niet zijn dat Vlaanderen groot genoeg is voor vele vertegenwoordigers van verschillende volkeren en culturen, maar te klein voor 2 visies op 1 maatschappelijk probleem. Dank u wel. Als de secretaris me even wil helpen, dan kunnen we.
Je moet wel goed zoeken. Het is inderdaad, wij hadden nooit gedacht aan een eeuwigheid. Maar het schijnt toch nog veel langer te gaan duren. Goed, en dames en heren, u ziet niet veel deze aard, dus het is maar één keer per jaar in bezit. Zo in de geest waar dokter De Tree over sprak, hè? Dat eeuwigheidsverlangen. Goed, bekijkt u eens, er is nog een verrassing. En die verrassing, die komt uit uw eigen kring. Mag ik u? Beste zus, beste Jan. Ja, komt u nu. Dat kan iedereen ervoor genieten. Achter. Beste zus, beste Jan. Het naam van alle leden van de Belgische Kring voor Linguïstiek wens ik jullie te feliciteren met deze prijs. En we hadden gedacht dat we jullie ook eens een aandenken moesten aanbieden. En dat ga ik jullie dan nu overhandigen. Gegaan is naar twee mannen om samen je moed te kunnen dragen. Nu, oké. Indien ik tijdens de volgende minuten in de eerste persoon meervoud spreek, dan is dit niet theatraal bedoeld. Ik maak hier gewoon gebruik van een soort eerste woordrecht om op te treden als spreekbuis van Jan Lommaar en mezelf, om de eenvoudige reden dat wij onze gebruikelijke rappingstijl niet geschikt achten voor deze gelegenheid, hoewel die wellicht aangenamer zou geweest zijn. Toen wij het Belgische migrantendebat begonnen te schrijven, hadden we er geen idee van dat dit boek zoveel gemoederen zou kunnen beroeren, hoewel dat natuurlijk wel de geheime wens was. Ook beseften wij niet in welke mate woorden die men produceert een eigen leven kunnen gaan leiden in een soort van orale traditie die het ideecomplex waarvoor de woorden oorspronkelijk stonden soms eer aan doet, maar soms ook verminkt. Het woord is inderdaad vrij. Nu het Arkprijscomité heeft beslist dit jaar onze namen te graveren in de Ark, verheugt ons dit vooral, omdat daarmee ons werk in een constructieve perspectief wordt geplaatst dat beantwoordt aan de intenties, de essentie van de voorgestelde analyse en de implicaties ervan. Ter verduidelijking formuleren we, zeer kort, een paar programmatische beschouwingen over twee onderwerpen. Ten eerste de kritische rol van de wetenschap en ten tweede de structuur van het maatschappelijke debat in een cultureel of etnisch gediversifieerde samenleving. Bij onze studie van het discours omtrent de zogenaamde migrantenproblematiek zijn we vertrokken van het standpunt dat geen enkel maatschappelijk proces gediend wordt door een afwezigheid van kritiek en zelfkritiek. In de menswetenschappen zijn kritiek en kwaliteit onafscheidelijk met elkaar verbonden. Kritiek vernietigt niet, maar ze is de noodzakelijke voorwaarde voor verbetering en vooruitgang. Reeds herhaaldelijk werd de bedenking geuit dat sociale wetenschappers in Vlaanderen, maar volgens een recente klacht van een Nederlands alfawetenschapper ook daarbuiten, geen mastige vragenstellers meer zijn. Reflectie op de samenleving, het formuleren van een maatschappijvisie en van emancipatorische doelstellingen zijn dingen die dreigen te verdwijnen uit de taakomschrijving van de sociale wetenschapper. De redenen hiervoor zijn gevarieerd en gaan van zelfgenoegzaamheid omtrent de eigen positie of het eigen product tot de structuur van de financiering van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, waarin de overheid de voornaamste sponsor is. Wat de redenen ook mogen zijn, het effect is nefast. Al te vaak stellen wetenschappers zich tevreden met het goed praten van de standpunten van hun sponsors,
of met instrumenteel en implementerend onderzoek dat fundamentele vragen vermijdt. Hun evaluerende taak is miniem en goedschiks of kwaadschiks spelen zij de rol van vazal. Dit mechanisme dat verder ondersteund wordt door bepaalde vormen van berichtgeving, hebben wij in het Belgische migrantendebat beschreven. Zelfs de kritiek op ons boek illustreert de beschreven processen. We ontwaren twee constanten in de negatieve reacties. De eerste is het kwalificeren van ons onderzoek als onwetenschappelijk, vermits een degelijke wetenschappelijke en ongegronde argumentatie alsnog ontbreekt. Ter ondersteuning van dat oordeel staat het ons vrij te veronderstellen dat wetenschappelijkheid in deze context nauw aansluit bij opportuniteit in het licht van beleidsprioriteiten en politieke opties. De tweede constante is het associëren van de auteurs met dubieuze politieke kringen. In een eerste fase werden wij stevast op een hoopje gegooid met het Vlaams Blok en zeer onlangs werden wij geassocieerd met klein links dat 0,4% van de bevolking vertegenwoordigt. Alweer duidt hier de vermenging op van een inhoudelijke evaluatie met een situering binnen een provincialistisch politiek spectrum. Wetenschap over politiek gevoelige onderwerpen is blijkbaar niet mogelijk buiten de politiek om. De meeste commentaren tot nu toe zijn daarom ook eerder gebaseerd op een beschermreflex dan op grondig onafhankelijk denkwerk. Nu, die beschermreflex is begrijpelijk. Omdat onze analyse dwingt tot permanente zelfkritiek bij al wie met de problematiek te maken heeft. Die zelfkritiek is noodzakelijk om te vermijden dat extreem rechts de sociale agenda blijft bepalen, een verschijnsel waarvan we elke dag opnieuw voorbeelden zien. Toen vorige week werd aangekondigd dat de Rijkswacht allochtonen in dienst zou nemen, werd dit voorgesteld als een lovenswaardig teken van openheid, ondanks het feit dat dezelfde berichten duidelijk maakten dat het slechts ging om het vijftigtal en dat zij enkel in dienst zouden worden genomen om ingezet te worden in zogenaamde risicobuurten. Dit is een prachtige overwinning voor extreem rechts, omdat de maatregel veel minder te maken heeft met gelijke kansen voor migranten dan met een open aanvaarding van de definitie van migrantenbuurten als misdadig en gevaarlijk en met de verhoging van de efficiëntie van controle en repressie. Het is daarom nauwelijks verwonderlijk dat het luide protest vanwege het Vlaams Blok enkel kon beantwoord worden met scheldwoorden, want de tolerante meerderheid had opnieuw vrijgegeven van de aanvaarding van de premissen waarop de anti-migrantenretoriek is gebaseerd. Het is begrijpelijk dat dergelijke beschouwingen als ongewenst worden bestempeld. Precies daarom moet wetenschap, hoewel nooit waardenvrij, onafhankelijk zijn. Als wij als sociaal, wie die ook mag zijn, moet dringend een actieve, luide en invloedrijke stem in het debat krijgen. Dit geldt voor alle migranten, ook voor degenen die de tolerante meerderheid doorgaans als onaangepast beschouwt. Een betuttelende, controlerende en wantrouwige houding tegenover de migrantengemeenschappen is in strijd met het principe van de gelijkwaardigheid. Die houding hoort thuis in ons koloniaal verleden. Het vrije woord moet een voorrecht zijn voor iedereen binnen onze samenleving, ook al wordt dat woord uitgesproken met een Maghrebijns accent of door een gesluierde vrouw. Het eerbetoon dat ons hier vandaag te beurt valt, komt daarom ook toe aan de talloze migrantenorganisaties die streven naar mondigheid, emancipatie en een rechtmatige plaats binnen onze samenleving. Zij leveren het voorgoede gevecht in het streven naar een rechtvaardige interculturele dialoog, daarbij gesteund door de vele autochtone individu's en organisaties die niet bang zijn diversiteit als uitgangspunt te nemen. Het is een van de meest boeiende nevenaspecten geweest van onze activiteiten dat wij met hen in contact gekomen zijn en vormen van overleg en samenwerking hebben kunnen uitbouwen. We betrekken ze graag in deze hulde. Er zijn nog vele anderen die we in deze hulde wensen te betrekken. Gaande van de uitvinder van de fax, zonder wie een gezamenlijk schrijfproces bijzonder moeilijk zou zijn geweest, via de vele aanwezige en afwezige vrienden en collega's, tot Anne en Pika, die in de opdracht bij het boek ongevraagd het slachtoffer geworden zijn van onze roekeloze en onkritische veronderstelling dat zij het over het Belgische migrantendebat nooit eens zouden worden. Tegelijkertijd nemen we echter zelf met veel plezier de Arkprijs 1993 in ontvangst, hoewel het jammer is dat we hem niet kunnen meenemen natuurlijk, en wij danken het Arkprijscomité voor deze vorm van erkenning.
laatste toespraak nodigen we u verder uit nog even hier te blijven en samen deel te nemen aan de receptie. Tot volgend jaar.